Ja toch, dames en heren, het is zondag 6 mei. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Het is een uitwedstrijd. En ik ga nog even snel iets eten. Daarna ga ik vertrekken. En ik neem jullie mee naar het. Ik sta er al, ik ga wachten. We hebben zelfs 3 supporters die meegaan. Of ze gaan voor de broodjes of ze gaan ons supporten. Ik hoop toch voor het tweede. Maar ik neem jullie mee naar het. Wij zijn onderweg en als het derde is, dat betekent ook dat deze tas meegaat. Hij past nooit in de achterbak en ik neem jullie mee naar Angelo. Alleen bij deze auto moet je soms bij de vluchtstrook staan, omdat er af en toe hoort verop komt. Heel gevaarlijk. Wie deze auto wilt kopen, 500 euro. Je mag hem meenemen. Je mag hem zelfs voor tientje meenemen. Tientje is ook genoeg. We zijn aangekomen. Wij gaan eerst tossen. We gaan even omkleden. We gaan klaar worden. Warming up. En dan neem ik jullie mee. We hebben tos gewonnen en we gaan fielden. Dat betekent dat er weinig wordt gefilmd. Maar kom goed. Ja, maar ik moet tegen Hamza zeggen. Die is luisteren. Jongens, dames en heren, we hebben net gefield en we moeten nu 398 runs maken. En ik ga op nummer 4 betten. Dat is een grote score. We hebben net ook gegeten. En, ik ga nu omkleden en dan neem ik jullie weer mee naar Chalo. Ik ben ready. We moeten 399 maken. Of sorry, 299. Goed, scherp, scherp. Nee, ja, tuurlijk, Philip. Ja. De wicket is gevallen. Nee, nee, bed maar op. Volgende week krijg ik mijn grip. En ik ben hierna in. Pressure. Beetje is meekomen supporten, onze kast. Hé, Desmond staat van de andere kant. Links. Bot, Barisa. Geen probleem. Dankjewel voor deze support. Dames en heren, ik denk wanneer ik deze online zet, dan heb ik al 100 abonnees, dus alvast dank jullie wel. Very nice guys, very nice! Good shot, good shot! Dames en heren, een tok hebben is heel belangrijk, vooral als je meedoet aan cricket. Kijk, als ik op eerste bal uit ga, dan ga dat geen eens in de vlog zetten. Retired hard boys, dat moet gaan. Shabash! Wij zijn klaar met deze wedstrijd, we hebben helaas verloren, maar uitleg komt zo meteen. We gaan
gaan even lekker een broodje eten en dan gaan we naar huis. Wij zijn klaar en wij rijden nu naar huis. Oei, hold. Legendarisch die hold. Maar wij zijn klaar en wij gaan nu naar huis. Ik heb zelf gewoon redelijk gedaan voor het eerst. Na een lange tijd 40 runs gemaakt. Helaas verloren, maar volgende week komt het wel goed. We gingen ze gek maken, gewoon de hele tijd op puntjes betten. Runs komen vanzelf, dus we werden helemaal gek. Maar ja, volgende week moeten we winnen. Ik neem jullie mee, naaltje. Dames en heren, als je op dashboard rood te zien krijgt, dan moeten we de hele tijd stoppen en dit is al de vierde keer. De wakker is alleen. Als je ziet links, krijg je rood te zien. En we moeten weer gaan stoppen. Hij gaat maar niet weg. Dat betekent vluchtstrook. Hold betekent dat hij van niet gaat schakelen van 4 naar 5. En als je op snel weg gaat, dan is dat wel fucked up. Kijk, we gaan alweer. We staan weer vluchtstrook. Ik maak nog 2 minuten dicht. Weet je nog vorige keer kom een rook uit in de. Hold is weg, dames en heren. We kunnen weer. Ja toch, dames en heren, ik ben thuis. Ik ga nu even omkleden, ik ga douchen, dat ten eerste. En voor de rest ga ik deze vlog volgens mij ook afsluiten hier, want ik denk dat er gewoon genoeg beeldmateriaal is. Het was een leuke dag, gewoon gezelligheid, iedereen bij elkaar. Cricket duurt ook lang, dus je bent heel de dag met elkaar en dan geniet je gewoon. Ook al hebben we verloren, we hadden gewoon een gezellige dag. De eerste wedstrijd van het seizoen en er zijn veel nieuwe spelers die zijn gekomen, dus je weet niet echt. Wat iedereen doet. En dat is ook gewoon uitproberen. Veel spelers gingen uit. En dan gaat de volgende. En uiteindelijk, ik ken nog een andere jongen. Die stonden gewoon het langst. Gewoon alleen maar rustig blijven tikken. Gewoon rustig eigen spel spelen. Runs komen vanzelf, weet je. Runs zijn punten. En uiteindelijk, ik heb er 40 gemaakt. 40 knockout. Dat betekent niet uit. En dat is gewoon een goede start. Weet je, uiteindelijk, ja, hun vindt het ook niet leuk, weet je, dan is het een soort van testmatch, maar runs ging ook gewoon goed. Hun gooiden best wel veel wijd, dus je had al wijd zijn, zeg maar, ja, weet je, dat is een beetje te veel informatie, maar hun gooiden, zeg maar, hun gaven gewoon gratis punten aan ons, laat ik het zo zeggen. En dat maakte het voor ons natuurlijk makkelijker, je hoeft minder risico's te nemen. En ja, uiteindelijk waren wij aan het dollen met hun, want hun wouden snel naar huis. Het was heel erg warm, dus weet je, hun staan de hele tijd in die zon. En wij gingen gewoon rustig tikken. Runs kwamen vanzelf, of via een edge, of je raakt ze gewoon lekker en gaan ze lekker weg. Tuurlijk, ik begrijp hun ook wel dat ze een beetje geïrriteerd zijn, maar ja, wij deden ons ding gewoon run. Bowlers hebben hun taak gedaan, eentje 4 wickets, 4 uit, dus 4 slagmannen uitgemaakt. Ja, dat is het een beetje, gewoon uiteindelijk hebben we een beetje lopen dollen met de tegenpartij. Gewoon niet uitgaan en gewoon volle overs betten. Uiteindelijk is gewoon het hele team uitgegaan, maar we hebben gewoon lang volgehouden. Dat is het. Ik ga douchen, dames en heren. Ik ga de vlog hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook geen reactie onder te zetten. Promote mij alsjeblieft. Zou ik waarderen. En dan zie ik jullie bij een gloednieuwe vlog. En wat zeg ik nou altijd? Jullie weten het wel volgens mij. Na, tjalo.